Jongens, vandaag ga ik iets superleuk doen. Want ik ga langs mijn vriendinnen Leslie en Shirley. En we gaan dus iets superleuk doen. Want ik heb dus, op internet zie je dus heel vaak mensen viraal gaan met TikTok. En weet ik veel wat allemaal. Dat ze van die pakketjes kopen bij, dat ze zijn gestrand. Dat ze bij DHL, weet ik veel wat allemaal. Dat die pakketjes zijn dus nooit binnengekomen bij degene bij wie het moet zijn. Laat ik daarop houden. En ik heb dus een hele fucking grote vuilniszak. Kijk dit. Met allemaal pakketjes. En nu weet ik dat Shirley echt houdt van pakketjes uitpakken en weet ik veel wat. En Leslie vindt dit waarschijnlijk ook fucking vet. Dus ik dacht, ik neem jullie mee en we gaan ze dus samen unboxen. Vergeet natuurlijk allemaal niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal, dus klik hieronder. Jongens, ik heb bijna de 30.000 abonnees. Dus please, abonneer allemaal. Potverdrie. Oké, joejoe. Yes! Oh, weer een level erbij. Oh, jongens. Hoi. Wie houdt er natuurlijk nou niet van een leuk, lekker ontspannen spelletje? Nou, ik in ieder geval wel. Maar zoals de gezegde altijd gaat, tijd is geld. En zou het daarom dan niet geweldig zijn om betaald spelletjes te kunnen spelen? Dat klinkt toch als een droom, jongens? Nou, ik heb dus iets voor jullie, want de sponsor van deze video heet namelijk Free Cash. Die maakt dus deze droom werkelijkheid. En die helpt je om je lege portemonnee te vullen. Free Cash is dus een online platform waar je dus volledig gratis kan aanmelden. En direct echt geld kunt verdienen. Het enige wat je moet doen is dus een paar simpele taken voltooien. Zoals spelen van spelletjes, enquêtes invullen en over testen van nieuwe apps. Op dit moment heb ik dus super veel plezier aan het spelen van deze app. En dit is Dice Dreams. Een super schattige en verslavende spel waarbij je een dobbelsteen moet gooien om je eigen koninkrijk op te bouwen. En het leuke is aan dit spel is dus, en ik heb er heel veel plezier mee, en ik verdien dus ook nog geld mee. 1 plus 1 is 2. Dan vragen jullie natuurlijk heel veel af van, yo Nick, waarom is het geen scam? Ik word altijd geflasht met zulke dingen. Een hele goede vraag, maar ik ga een heel simpel antwoord op geven. Bekijk gewoon de duizenden positieve reviews op Trustpilot. Van 4,7 sterren is het duidelijk dat heel veel mensen dol erop zijn. Om aan de slag te gaan kun je dus via de link in mijn bio kun je dus je aanmelden. Of je kan deze QR-code scannen die hier rechts staat. Je wordt dan naar een simpele aanmeldpagina geleid. En dan maak je je account aan en je begint met Light Mode. Waarbij je dus toegang krijgt op geselecteerde taken en aanbiedingen. Zodra je niveau 20 hebt bereikt, dan heb je dus $20 verdiend. Dan ontgrendel je alle beschikbare taken en aanbiedingen. Zodat je dus nog meer kunt verdienen. Wat ik dus zo geweldig vind aan Free Cash is welke taken je moet voltooien voor beloning. Dat is dus pas juist georganiseerd en attent. Daarnaast biedt Free Cash verschillende soorten uitbetaalopties. Zodat jij je verdiensten kan uitgeven waar je het ook maar aan wil. Je kunt je geld dus gelijk overmaken naar een PayPal account. Of je kan het omzetten in een Amazon cadeaubon. Of je kan het besteden aan gamespins, wat jij maar wil. Dus jongens, waar wacht je nog op? Klik op de links in mijn beschrijving of scan hier dus nu de QR-code. Dan krijg je dus voor mij een startbonus van $5 op je eerste aanbod. En niet vergeten, het is ook allemaal te doen op Android. Ik ga even verder spelen nu. Yay! Yay! Hey, zitten we weer! Jongens, ik zit weer met mijn vriendinnen. Ja. Eindelijk. Eindelijk, weer. Ja. Hoe gaat het met jullie? Goed, we hebben geen ruzie. Ja, we hebben geen ruzie. Luister, worden jullie tering moe van die vraag? Ja, ik word daar heel doodzig van. Ik word er nog moeilijker van dat jullie het iedere keer weer posten. Ik denk, Jezus Christus, man. Ja, maar ik word daar gek van omdat mensen blijven mij DM'en met heb je ruzie met Shirley, heb je ruzie met Shirley? En dan denk ik, nee. Hebben jullie ooit wel eens ruzie gehad? Nog nooit. Nog nooit? Nee. Dus ooit moet de eerste keer zijn. Ik denk ook niet dat wij heel snel met jou gaan krijgen. Jullie werken toch ook heel veel samen? Ja, en ik heb helemaal geen reden om ruzie met haar te maken. Nou, ja. Wat dan? Af en toe? Nee, maar wij zijn gewoon allebei heel erg van, oké, als ik me irriteer aan haar, zeg ik het. En als zij zich irriteert aan mij, zeggen we het ook. Snap je? Ja, leven laat leven. Ja, dus kijk hem nou eens even hier, de wijze man. Wat een gek zeg. Leven laat een fucking leven. Nee, maar ik denk ook niet dat ik ruzie kan krijgen met jou, denk ik. Nee, maar ook nog niet. Je hebt ook gewoon een ruzie gehad met Les. Nee, ook niet. Nee, we zijn allemaal gewoon heel makkelijk. Ja. Als jij iets doet wat ik niet leuk vind, dan zeg ik, joh, wat ben jij mijn goh, waarom doe je dat? En dan zeg jij, oh nee, vond ik het leuk. En dan zeg ik, joh, ben jij eten. Doe maar reet. Nee, ja, zo simpel is het toch? Ja. Hey, jongens, en ik heb vandaag iets leuks meegenomen, want ik heb dus pakketjes meegenomen, die dus gestrand zijn, dus die dan nooit bij de eigenaar zijn geweest. Is dat gigantische ding hier? Want ik dacht dat jij hier een lijk in had zitten. Er ligt hier een vuilniszak naast mij. Ligt zo groot. Ligt een lekkere vent die in stukken gesneden. Nee, jij, dus we mogen even omloop, mogen even een leuk pakketje en dan gaan we hem uitpakken. Oké, dus oh. Zeg maar open, ja. Ja, jij mag hem, ja, noem maar. Oh, een grote doos zit erin. Ja. Ik wil weten wat erin zit. Maar we zijn, of ik denk, of ik word opgelicht, of het is niet zo. Want het kan ook zijn dat mensen gewoon zulke goedkope dingen troep kopen. En dan zeggen ze dat het gestrand is en dan verkopen ze het voor €65. Kost het €65 die ja, doos? Ja, zo'n zak. Oh. Erg, hè? Dus we mogen wel even kijken wat erin zit. Hey, je hebt een nieuw shirt, hè? Moet ik dit openmaken? Ja. Mooi shirt. Wat is dit? Ik vind het spannend gewoon met het uitkomt. Dit is iets voor je raam? Is dit voor kampeerders? Kampeerders.
Dit is een hoor. Voor de muggen. Kijk. Oh, dit is makkelijk. Hey, dit is zo met magnetisch. Voor jullie jungle. Hadden jullie dit moeten hebben, man. Kijk eens. Best. Ik heb een mogol. Maar dit is handig. Dit is magnetisch. Oh, wil je die thuis hebben, Les? Ja? Mag jij lekker meenemen? Zodat ik niet met die tyfus bende. Wat leuk. Anders blijft alles weer in de auto liggen. Kijk eens hoe blij de vrouw kan zijn met een hoorn. Maar hier, kijk, kan je zo met klittenband, kan je dat zo ophangen zo? Nee. Oh, die kunnen wij nu ook ophangen. Ze hebben van Les af. Doe even. Als ik hem zo ophang, dan kun je zo dat gordijn openmaken. Maak het wel eens open, joh. Hallo! Lekker een mogol. Fucking blij. Ik word gewoon bang. Ik word er bijna bang van. Normaal zou zo'n hoorn kan normaal gesproken best duur zijn. Ja? Nou. Weet niet, als je hem bij de... Zo'n hoorn kan best duur zijn. En daarna weet ik niet. Hey, maar jullie hebben, toch, hebben allebei meegedaan met echt wijze in de jungle, toch? Ja. Toen hadden jullie dit ding wel nodig, soort van. Nou, dat heb ik toch wel lekker gevonden, ja. Ja, hoe was het, hoe was het voor jullie dat jij bijvoorbeeld eerder wegging dan haar? Ja, kut. Ah, het was nog steeds kwaad. Kijk, ik zag net Ik had het daar heel erg naar mijn zin. Ja. En ik mocht niet nog een keer ook. Nee. Want er zitten nu alweer nieuwe mensen in de jungle. Ja. Heb je de naam al gehoord die er allemaal meedoen? Ja, ik ben gewoon jaloers ook. Ja? Ik wil gewoon laten zien dat ik een jungle survivor ben. Ach, dit is zo niet kijk, toen ging Les weg, toen moesten wij afscheid nemen van elkaar. Ja, en ik ben wel echt oprecht blij dat zij er heel lang in zat, want ja... Ja, Shirley heeft dat wel geflikt, ik zat alleen hoor. Maar thuis van, oké, nu moet Shirley winnen, nu moet Shirley winnen. Maar ja, ik vond het wel kut dat ik er niet meer was. Ik weet nog, ik was toen in de club en dat was echt letterlijk maar 4-5 dagen daarna, of 3, weet ik veel, hoe kort heb je daar gezeten? Ja, een week, 4 dagen, 4 nachten heb ik 4. In de jungle geslapen. Nou, toen kreeg ik een appje van Leslie, die godverdomme, ja. Nu al? Ja, maar ik heb ook het hele luxe kamp niet gezien, nee. Ik heb niet eens de volledige ervaring gehad. Ja, dat is wel zonde dat je dat niet hebt gezien. Maar soms en ik was echt wel goed, want meedoen, ik was niet bang en zo. En ik snap je, maar misschien dat ze me daarom ook niet meer gevraagd hebben, want ik was niet echt van, ah, hij is een spin! Ik was gewoon daar van, oké, ik heb het hier wel leuk. Ja, zei, oh, wat leuk, een spin! Maar wat vond je dan van dat Michelle Cox weer meedoet nu? Ja, dat moet ook wel. Je kan het niet meer zonder Michelle. Nee, ja. Ik vind het ook weer geweldig. En het grappige is dus, jij weet dat helemaal niet. Jij was footsie. Maar die meiden gingen dus als eerst heen, allemaal. Ja, en jij een, weet het nee, niet. En een dag later, iedereen zei, ja, Michelle Cox die komt niet. Ze zou niet komen. Ja, en ze zo. Stond niet op de groepsfoto, want ze vloog natuurlijk met z'n allen weer die groepsfoto op Schiphol. En Michelle was er niet bij. Iedereen, oh, Michelle doet niet mee. Michelle doet ze waren niet heel mee. Blij allemaal. Dag daarna een video. Vliegt hey, zij. Ik ben de kakkerlak en ik kom toch. Ik zei dat ook gepost. Mocht ze dat ook? Ja, want die meiden waren, hun telefoon waren al afgenomen. En toen kwam ze dus later, kwam ze ja, het programma in. Ja, kapot. Oh, wat ik ben benieuwd hoe die mensen hebben gereageerd. Ja, het camping keken jullie het eerste seizoen ooit? Hebben jullie het allereerst? Toen heeft zij toch een keer met Amanda met Amanda en het zusje van Amanda, Danielle, die deed dus mee. Oh ja. Ja. Oh ja, die hebben elkaar helemaal in de haren getrokken. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Want als ik een zus zou hebben en de aardsvijand van mijn zus komt, dan had ik haar toch afgemaakt in die jungle. Maar ja, zouden er nog aardsvijanden zijn of is dat ook alweer over? Weet ik niet. Ja, ik denk van Michelle's kant, die wil wel weer iets goed hebben, denk ik. Ja, maar Michelle is ook niet een slecht mens. Nee, nee, helemaal niet. Zeker niet. Nee, Michelle is heel lief juist. Dus ik denk juist wel vroeger dat zij dat gebeurt. Dat ze nu denkt van, ja, dat is geweest, klaar. Maar ja, dat zusje, ik kan snappen benieuwd. Dat zusje nog denkt van, yo, fuck you. Je hebt mijn zus toen in de haren aangevlogen. Ja, dat zou ik wel een beetje hebben, denk ik. Ja, nou, Shirley mag volgende keer openen. Oh, wat leuk, wat spannend. Ik ben wel een grote. Ja! Amazon Prime! Amazon Prime! Amazon Prime, Amazon Prime zijn mijn vrienden. Oh, ja. Je hebt overstap van Videoland of van RTL naar Amazon Prime. Oh. Dat zijn kleren. Dat zijn kleren. Wat is dit? Wat is voor... Ik wil een tafelkleed van mijn oma. Wat is dit? Dit is lelijk. Een cowboy outfit of zo. Of zo'n 90s party ding. Ja! Dit is denk ik zo voor een 90s power. Party, ja. Wat is dit? Wat is dit? Lekker een jurk. Het is een jurk. What the fuck? Het is een flower power ding. Dit is wel leuk als we een themafeestje. Die moet jij een keer aandoen, hoor. Ja. Als jij thuis bent, ga je even een keer een foto van maken. Welke maat is het? Plak die hier erin. XL, pas wel. Dat is mijn maat. Oh, Zempik maat. Die mag je meenemen voor je moeder, die vindt zulke jurken toch leuk. Die vindt die pizza-stijl toch allemaal heel leuk. Ja, toch leuk. Geweldig. Ja. Nou. Waarom dat dan in een doos zit. Het is net pakjesavond, joh. Lijkt wel 5 december, gek. Ja. Echt, hè? Nou, via Amazon moet je het niet vertellen. Krijg je het nooit binnen. Is dit nou? What the fuck is dit? Dit lijken wel dekbedhoezen of zo. Stroller. Lijstje, sure. Dadelijk gaat alles met jou mee, hoor. Stroller, holla. Dit is een tas voor op je kinderwagen of zo. Ja. Jezus Christus, wat is dit? Maar twee, gewoon een... Oh. Ik hoor het even hieronder allemaal.
Oh, dit is heel handig, zo'n voetbaltas. Weet je nog, like weet je, ja, weet je wel, wij een keer in Rotterdam waren, bij Villa Italia. Dat is zo'n tas, ergens werd gedropt. Oh ja. Er werd zo'n tas, was een deal. Volgens mij was het echt een illegale deal. Oh ja, dat deal. Lijkt als een cocaïne deal ja, of zo. Dat. Cocaïne in de haven stoppen ze ook altijd in zulke tassen. Yo man, kijk nu Good Luck Guys. Ik vind Good Luck Guys echt fantastisch. Ja, ik wil het echt aanbieden. Ja, ik ook. Ik eis ons gewoon alle drie in het nieuwste seizoen. Ja. Ja. Als ze ons niet vragen, zijn ben je toch dom? Ja, maar ik vind het een heel leuk programma, echt waar. En ik kijk er echt met veel plezier naar. Maar soms zie ik die kast aan het kijken en dan denk ik, hoe kunnen ze dit nou doen? Die kast, ja. Maar eerlijk, ik snap, de helft ken ik niet. Nee. De andere die heeft misschien, weet ik, volgens op Insta misschien nog niet eens 8000. Nee. Ja. Waar zijn wij? Ja, waar zijn wij? Zijn jullie wel gevraagd? Nou, dit seizoen niet. Eerste seizoen wel. Ja. Waren alle drie. Eerste seizoen waren we alle drie gevraagd, alleen ook alle drie gecanceld. Ja. Nou, en ik echt last minute. Want ik heb een fucking paspoortje had ik aangevraagd. Ik ook. Over. Had die VOG en zo moesten we aanvragen. Ja, maar toen. Ik heb echt een paspoort laten vergoeden door hun. Een fucking paspoort. Ik had echt een week van tevoren was het het wordt toch niet. Echt, ik dacht echt, wow, ik was echt boos toen. Ja, nou ja, hopelijk dan nog een andere keer. Hoe is het eigenlijk met jullie liefdesleven? Welke? Wat is dat? Hoe is met jouw liefdesleven? Ga je de vraag weer kaatsen? Ja, wie de bal verkaat. Mijn liefdesleven is heel saai. Zag je dit? Jij deed dat toch niet? Ja, nee, terug. We denken wat twee downies. Zit hier nu eigenlijk vol aan te doen dan? Ja, sorry. Heel erg. Oh, erg. Hij zegt hier bij. Oh, wat erg. Ben ik? Ja, je bakken. Het ziet er zo gewoon. Ik word er niet eens terugzien van mezelf. Ik ga niet terugkijken. Ik weet niet waar jullie het nou over hebben, maar als ik zeg maar iemand dit zie doen, denk ik alleen maar aan Ibiza. Hoezo aan Ibiza? Hij zegt hier bij. Jullie weten waarom. Ga jij nou naar Balte? Ja. Ik denk, wat doet deze man tegen mij? Ik denk zo terug. Ja, ik vind dit echt fucking dom. Luister, wat tief jij in mijn nek. Godverdomme. Ja, Les volgens mij, die gooit iets. Wat is dat? Voor de anusdouche. Dat heeft Poppy nog. Nee, dit zijn allemaal dingen. Kabeltjes. Maar het is ook... Oh, het is nu kapot. Oh, dit is scherp, gek. Oh, wat is het? Nou, dat weet ik er niet zo. Kijk, het zijn startkabels of zo. Electronic Test Lead Kit. Nou, leuk. Dat is een startkabel. Is misschien wel handig voor jou thuis, Les. Les, jij mag alles meenemen dadelijk. Hè. Oh, ben je gek geworden? Ik ga niet met dat teringzooi in mijn auto zitten dadelijk. Ik wel. Nou, voor jullie auto een grote doos? Ja. Weer van Amazon. Auw, er zit scherp draad in. Wat dit? Oh, dit is allemaal opladers! Dit is handig! Maar kijk hoe dat te veel gek! Het is mijn telefoon! Mijn ook niet! Kapot handig! Oké, hier nemen we allemaal wat van mee hoor! Ja! Oh, wat goed! Allemaal er wel in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja, niet deze. 15, 16, maar die ga ik wel halen. Ik ga de 16 halen. 18, 19, 20, 21 telefoon opladen, 21 iPhone opladen. En buit geslagen. Dikke buit. Dikke bak met buiten. Dikke bak vol laders. Zo, hey. Nou, die gaan we meenemen. Ik ben altijd mijn opladers kwijt, dus ik ben er echt heel blij mee. Hè? Zal ik het even zeggen? Ja, hier nou, nog wat is dit nou weer? Als je een iPhone, weet ik veel wat, heb die ik dus niet heb. Dat is toch triest. Gadverdamme, wat is dit? Lijkt wel stront. Wat is dit voor zakje? Je lacht, er zit wel een miljoen in, gek. Nou, zou je denken? Brillending, denk ik, of zo. Een brillendoekie? Nou, het is ook gek, heeft ook iemand daar gevreten of het is helemaal door de, weet ik veel wat. Kijk, is dat nou het enige wat erin zit? Ja, skeerding, wat een kutpakket. Ik snap wel dat ze mij niet verkopen, 65 euro. Dit is helemaal afgevreten hier, dit zakje. En dit is dit voor een armband of zo? Ja, het zal wel zo'n neppe Pandora bagel zijn. Ja. Hoe heet dat merkje? Wat staat erop? Lovans. Nou, Lovans hebben we dus zeker. Oh, wat kan de tiefs krijgen? Zal ik dat vertellen? Er zit nog maar één pakket in. Echt? Ja, ik heb nog één achterin hoor. Ik heb er zelfs twee gehaald, want ik wist dat dit ging gebeuren. Heb jij 130 euro betaald aan deze pakketten? Ja. Dus ik mag blij dat die video bekeken wordt, dat ik 130 omhoog ga, gek. Dus. Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk het ook niet. Dat klinkt als een... Klinkt wel leuk. Klinkt als een fietslot.
Dit is een vieslot. Highback. Wat is dat? Hardware kit. Nou, kom. Nee. Nick, ik vind het niet leuk dat je altijd allemaal troepjes uit het raam gooit en al jouw video's. Wij zijn altijd boos, hè. Je gaat toch je McDonald's zakje uit het raam gooien? What the fuck ga je zo met een McDonald's zakje? Eerlijk. Ja, jij deed het eerder ook niet. Nee, ik doe dat niet. Nou, heel leuk. Vind ik zielig voor de dieren. Nou, fijn. Nou, ik vind het geen leuk pakket. Ik vind het helemaal geen leuk pakket. Ik word er eigenlijk een beetje stronddepressief van. Zal ik je dat vertellen? Ik weet ook niet wat er in jouw auto aan de hand is, maar ik ben allergisch. Ik heb een jeuk. Ja, dat is gewoon een schurf van Shirley. Hé, hey, rot op gek, jij schurfje. Schurfkoning, dat je er zit hier. Ik heb hier pakket 1. Jongen, dit is mijn eten fucking bij slagaren. Knekkenbreuk? Ja. Wie ben jij? Oh. Dat kan niet, sure. Nou. Oh! Hé, hey, hier zit een dikke... Wat zit erin zitten? Wat zou erin zitten? Geen idee, ik denk een vishengel of zo. Een vishengel? Oh, dat is wel leuk. Dan gaan we nog hengelen. Gaan we vissen? Hengel. 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 Hoe gaat het ook? Hengel. Hengel. Is dit voor iets geks? Een drempel? Is dit een drempel? Een drempel. Is dit een drempel? Denk je achterlijk Mogol dat er een drempel hier... Dat is een drempel op zich. Oké, maar wat is dat dan? Het is een drempel, het is een plint. Een drempelachtige plint. Oh. Zie je wel, gek? Waar zeg dat dan? Ik denk aan een wegdrempel. Nee, dat is hem niet. Nee, maar gewoon een deur voor je deur, denk ik. En toen had ik maar een zwerver... Een drempel gaat geen vaak. Heb ik hier nou 120 euro voor betaald? 130 zelfs. 130, 65 euro per pakket? Sorry hoor. En dan krijg je een drempel. Deze motherfucker heeft het gewoon zelf gekocht. Ik durf 100% zeker te zeggen. Maar waar heb je dit gekocht dan? Ze hebben patronen! Lach als. Ja, bij een marktlaag iemand. Oh, dit is een jassie. Een regenjassie is dit. Op een tent. Opgooi teentje. Oh! Godver. Wat is dit voor iets leuks? Dit is een tent voor iets leuks. Oké. Ja, dat zijn die haken die moeten in de grond gaan. Oh! Ik ga hem een keer doen, gek. Gaan we een keer gaan we gaan space in een tent. Wat is dit? Het is echt een tent. Ik weet niet wat het is. Nou, yo, dit was de video. Kom maar in mijn tent. Kom maar in mijn tent. Lekker, man. Niet goed. Ik denk, nou. Oh, de kijkers mogen ook in ons tent. Hey, abonneer hem op dit YouTube kanaal. Ik heb mijn haar. Mijn jas die valt uit elkaar, gek. Dit is de slechtste video die ooit bekeken wordt. Ik denk 4 kijkers. Nou, ik denk het ook. Maar ja. Brenda, Kirsten, Shirley's moeder en wie nog meer? En haar vader. Ja. Jouw vader, jouw knappe vader. Wat is dat voor je wordt betrapt door je vader, dan ben je dood. Ja, dat hebben we al gehad. Echt? De zon. Ja. En toen weer. Ja, toen ben ik 3 dagen mijn kamer niet meer uitgekomen. Met wie was dat dan? Ja, met Jesse. Wat? Meisje. Nee. Wat ben je aan het zoeken, joh? Ik vandaag toch binnenkwam toen ik en mijn moeder en mijn neefje met z'n drieën. Dat toen je aan het seks was met die goos. Ja. Nou, sorry, maar ik vind het echt geen leuk pakket. Ik ook niet. Cups staan een deurknop. En weet je wat hij nog deed? Weet je waar hij het gore let nog van deed? Ik zei twee pakjes. En hij zei, oh, deze krijg je nog een beetje speciaal. Je bent naartoe gereden. Geef nog een extra pakketje. Nou, kom maar nou, waar is dat pakketje dan? Ja, weet ik wat. Het is die doosje. Wat stop is dat? Dit is een deurknop voor oude mensen. Hallo? Die kun je in de badkamer vastplakken zo, zodat je je vast kan houden. Oh, wacht. Gaat er terug. Nou, die kan je wel hier boven mijn hoofd hangen, omdat deze gozer een bocht maakt. Hoe is dat? Zo, het gaat er niet meer af, gek. Of trek je ineens alles eraf? Wauw. Draaien, vacuumzuigen. Oh, dat vind ik wel leuk. Dan ga jij die gebruiken dan. Ja, vast wel. Ga je een plafond hangen. Nou. Kun je het aanhangen? Ik vind het wel mooi, zie je. Nee. Oh. Luister, die allemaal olifant, gek. Oh, hij zit vast. Nee, kijk uit, zoals gaat die raam eruit, Bous. Laat maar zitten. Paniek. Hey. Oh. En dat is allemaal zo'n pruik. Oh, nee, dat ding. Nee, naar beneden. Nee, ik moet. Ik krijg een vork. Ik heb een vork gekregen hier. Groot. Maar dit is wel heel leuk. En een mes. Oh nee, wat is dit? Is dit? Wassermelonen, dabel aus,
Dit is voor een watermeloen. Watermeloen, die kan je dan zo eruit snijden, die stukjes. Dat is makkelijk hoor. Leuk. Die wil ik hebben, eentje. Leuk. Is die wel eens watermeloen? Nee. Ja, maar ik koop die in stukjes. Hij is wel mooi ook. Yes. Mooi vork. Nee, maar het is wel echt handig hoor. Dus je die blokjes eruit kan snijden. Nee, andersom wous. Ja, zo. Wous, zegt zo. Lijst, deze auto lijkt weer vuilnisbelt. Ja. Maar ik kon mijn voeten al niet op de grond neerzetten hoor. Het is geen heilige rat als je er zit. Ja, wat is dit? Die zijn handig! Dat is voor de wasmachine. Die wil ik ook. Waarom is dat in de wasmachine? Jezus nou, omdat Christus. Als die extensions uitvallen en zo. Als je dit in de wasmachine halen? Doet. Dan ook voor hondenharen en stof en zo. Dat nou, wikkelt zich hier omheen. Maar van Shirley. Jezus, dit echt handig dingen uit dat pakket. Opladers. Nee, ik ben het niet. Hondenharen, catchers, watermeloen, snijder, opladers. Eigenlijk moet ik heel tevreden zijn. Eigenlijk moet die man bedanken. Geef mij zijn nummer maar. Nou, dat ik ga even pakket halen. Ik oh, dat ben ik nu. Welke is gebeurd? Anders word ik boos, zeg zo. Nee, dan ben ik teleurgesteld. We moeten alle drie... Oh! Het heeft Wat is dat? Ik weet het niet. Kijk eens. Het zijn kleine diamond pakketten. Dit vindt jouw zus heel leuk. Oh, maar het zijn er veel. Kijk, je hebt allemaal kleine diamond pakketten. Maar wat de fuck is diamond? Ja, diamond dan moet je met dat sticky ding, dan moet je zo'n diamantje oppakken en dan leg je die op een goede... Kutwerk. Kijk hoeveel. Ja, ik vind het wel iets voor jou, Les. Zo, dit is wel van een diamond painting vanavond. Dus ik heb weer een zusje dit bevat. Dit is toch leuk voor je zus? Mijn moeder deed dit vroeger. Echt die hele grote diamond paintings maakte zij. Hier, kijk. En dan kan je dan... Ik denk dat dit een soort van viltjes of zo moet zijn. Want hier staan heel kleine nummertjes zo op. Welke kleur je daar dan moet opplakken? Luister, ik moet iets heel grappigs vertellen nog. Wat dan? Ja, er kwam iemand een grof, grote... Een Halloween-poekje. Oh, dit heb je mij al verteld. Dat was kwaad op mij, die vrouw. Ja, die kwam naar mij toe. Ja, je bent toch besties met Leslie en Shirley? Ik zeg, ja, van, nou, Leslie vind ik echt niks. Dus ik dacht, van, nou, moet ik weer ruzie gaan maken voor mijn vriendin, dacht ik. Maar ik dacht, ik zou, oh, wat dan? Nou, zij heeft iets gezegd, want ze heeft echt een grote bek en blablabla. Ik zeg, hoezo dan? Ja, want ze was best wel groot en grof. Ze was gewoon echt groot. Ze was gewoon echt dik. Ze was gewoon tante. Ze was gewoon dik. Ja, zij heeft gezegd dat ze dikke mensen niet, dat ze die niet mag. En dat ze die, dat ze, dat, nee, helemaal niet waar. Ik heb bij First Dates, heb ik gezegd, als je dik bent en je zeurt, moet je er wat aan doen. Als je dik bent en je zeurt niet, vind ik jou prima. Echt. Dan heb ik geen moeite met jou. Als jij dik bent en je bent blij met jezelf, ben ik niet de persoon om daar wat van te zeggen. Maar als jij dik bent en je gaat heet, ik ben dik. En je gaat daarna zakken. Wat dat lopen opvreten, dan word ik boos. Maar daar word ik zo kwaad van die mensen die als de kaken. Oh, kijk mijn buik. Oh, kijk hoe vet ik ben. Oh, ik pas mijn kleren niet. En dan nog geen kwartier later zie ik zo'n blikje cola naar achter. Naar achter klokken gewoon. Maar Shirley is niet dik, nee, snap je? Shirley stelt zich soms gewoon aan. Is maar, zo? Ja. Nee, maar snap je? Dat vind ik irritant. Dus toen heb ik dat gezegd en nu mag zij maar niet en ik haar ook niet. Dus ze was dus heel boos. Maar ken je haar ook in het echt of heb je haar nooit gezien? Nee, ze had het dus gezien en daarvoor ging ze naar mij te zeggen dat haar echt een bitch vindt. Dat ze niet normaal waarschijnlijk een of andere vrouw die met de kinderen naar Slagharen gaat om ze daar suikerspinnen te geven. Oh. Zodat die kinderen net zo vettig worden als haar. Nee hoor. Ik word er boos van. Ik heb een keer mijn vorige werk in mijn andere werk. Heb ik dus een keer gehad. Was ook iemand die was best wel huge. En was gewoon ik. Huge was huge. Sinds wanneer doe jij zo politiek correct? Jij noemt dat normaal gewoon ook een vette zeug, hoor. Nee. Je zit echt van heilig te doen hier in die auto. En hij zit in een bondgrote auto roepen. Ik haat dikke mensen, zei hij. Oké, dus ik was. Ja. Dus ik was. Die man was gewoon heel dik. En ik moest dus hele heftige klusjes doen. Meer dan hem. Weet je waarom? Omdat hij buiten adem werd. En dan dacht ik. En dan wel in de pauze had hij vier frikandellenbroodjes binnen te vreten. En ik zit godverdomme aan de crackers. En hij staat vier frikandellenbroodjes buiten. En wat ben jij ineens stil dan? Wat is zij ineens stil? Eerlijk, wat is zij ineens stil voor het eerst in de leven? Zeg, even een pakket openmaken. Ja, normaal is altijd zo'n grote bek, zo'n grote baby over dikke mensen. Oh, dat is niet waar. Niet alleen over dikke mensen, maar over iedereen. Wat leuk. Je weet nog niet wat het is, hè? Spannend uit. Hij ziet er spannend uit dat hij nog in een ceiling wax. Dat is leuk, dus voor enveloppen dat je zo moet kaarsvet moet doen. Kijk, kijk. Ja! Oh, dit is... Dit is goud, gek. Ja, dat ga kijk, je ook. Kijk hoe leuk het eruit kan je zo dit erop zetten. Kijk hoe leuke kerstbergjes met sneeuw. Ja. Dit is toch echt heel erg geweldig. Ja, dit is wel leuk. Ja, dit vind ik wat voor jou. Schrijf jij kerstkaartjes hier? Ja, schrijf jij. Nee, niet? Jawel. Schrijf jij kaartjes. Misschien ben jij beter op te bereiken dan op je vakken wat zet. Ik ga dat niet zitten doen.
En mijn zusje vindt het ook leuk hoor. Ja, dat denk ik ook, want dat is echt zo Harry Potter-achtig. Ja, en zij is ook groen, hè? Mijn zusje is deze kleur groen. Hoezo is zij groen? Ja, zij is van Harry Potter Slytherin en die zijn dus groen. Deze welke kleur is Hufflepuff? Weet ik niet. Ik denk oranje geloof ik. Ik weet het niet eigenlijk. Nee, dat vind ik niet leuk. Oh, dat vind ik fucking eng. Oh, what the fuck? Waar is daar dat kun je voor? Iets mee pakken. Auw! Het is gewoon een spinnenvanger. Echt? Oh, dat kan wel, ja. Spinnenvanger? Nou, wie fuck bestelt dan een spinnenvanger? Is dat even iets achterlijks? Mensen die bang zijn voor spinnen. Dan ga je ze toch niet zo pakken ik met dat ding? Ik heb heel veel parfum opgespoten. Het is niet je oud parfum. Dat ik, is wel... ik ruik jouw parfum. Ja, maar ruik je het niet? Het ruikt helemaal naar man. Ja, ik vind het wel lekker. Het ruikt helemaal ook, naar man. Het schiet jij vindt het wel lekker als het naar vrouwen ruikt, hè? Oh, dit is zo erg. Nee, zo, zo! Nou, Les. Ik vind het doe het op fijn, je neus. Hoor. Hier, Nick. Op jouw neus, gek. Ik wou het nog doen ook bijna. Ik word aan mijn shirt. Dit is de laatste en die maak ik open, want ik vind het erg leuk. Ja, en dan moet jij echt die ding pakken. Ja, Nick. Dat ga ik echt doen. Ja, Nick. Sorry, kamer. Die goudjes dan... Ja, dit voelt echt als het beste pakket ever. Nou, dat is het dus niet. Wat is dat voor soms? Ik wil een pantalon. Fit. Ja, een pantalon. Nou, geef maar Maxim. Was dit het? Nee. Nou. Eeuw. Het ruikt naar de dood. Alsof een lijken. Verdamme, dat stinkt echt. Alsof een lijken. Moet je gaan ruiken. Ja, alsof een lijken mijn baag had. Die deze niet? Heeft dat niet hoor. Deze wel hoor. Oh, oh! Ja, die stinkt. Deze ruikt naar olie en zo. Naar benzine en olie en een mix daarvan. Hier ruikt deze. Deze ruikt niet. Nee, daar ruik je niks aan. Nee. Die stinkt. Nou, het zit niet zo vaak aan te ruiken dan vies varken. Hij is vies! Vonden jullie deze video nou net zo leuk als wij? Abonneer en like! Nou, ik vond er geen reet aan die pakketjes. Ik ben heel blij dat ik met jullie in die auto zit. Ik vond het een hele leuke pakketje. Ik zou zelf nooit bedenken om een spinnenvanger op te zoeken. Nou heb ik er toch een. En ook een waxzieler en zo heb ik. Nou, ik ook. Ik ben helemaal content nou, met dit. Let jij even hoor. Ja, ja, dat wel. Ik heb mijn balletjes voor in de was. Ja, ik ook. En ik heb mijn water en voor. 21 opladers. Ja. En als laatst gaan we dus iets doen, jongens. Shirley heeft dus pillen gekocht. Wat voor pillen heb je gekocht? Nou, dus die gaat aan de pillen, jongens. Ja, het zijn magic berry pillen. En als je die pil opeet, dan wordt alles wat eigenlijk zuur of bitters proeft, dat wordt dus anders. Ze zeggen dat als je zo'n pilletje opneemt en je neemt daarna een slokje van bier, dat het bier proeft naar aardbeienmilkshake. Ik geloof dat echt niet. Ik ook niet. Ik kan het dus ook niet geloven, want ik vind bier echt ranzig. Ik vind het gewoon vies. Als iemand bier drinkt, dan wil ik gewoon bijna gewoon op aanspreken en zeggen, wat de fuck ben je aan het doen? Maar dat doe jij ook heel vaak met Peter en Charles naar iedereen. Ja, ja. Om bier te drinken, pister, zei hij tegen ik vind het ook meiden, we doen het. Meiden, gewoon echt, hey, proost! Ja, maar die komen allemaal uit Westland en zo. Die zijn allemaal helemaal niet goed aan. Ja, oké, ik ga die pillen pakken. Zo, wat is dit voor een auto, Nick? Ik kan gewoon de deur openmaken. Hier, een vieze stinkpantalon. Oh, wat erg dit. Kijk hoe zitten, babouws. Ja, gek. En jij gaat bier drinken. Gaan jullie slokken bier drinken? Ik ga dikke bier drinken, dat ga ik doen. Ik dacht dat ik over mijn nek ga. Als ik naar milkshake smaak, drink ik het wel hoor. Ik heb al 3 jaar geen alcohol meer gedronken, maar hinderen. Waarom drink je geen alcohol, Les? Waarom wel? Is toch lekker? Nee, dat vind ik dus niet. Nee, maar mensen die dat lekker vinden, die liegen. Want het smaakt gewoon een spiritus, wodka of zo. Bier is bitter, wijn is zo nu. Ga je je bek. Nee, maar als je gewoon lekker dronken bent, dat is leuk. Nee, vind ik ook geen reet aan. Nee? Nee. Nee. Dus jij leeft heel je leven nuchter? Nou, was wel van plan mijn hele leven nuchter te blijven, ja. Tot vanavond, want ik ga toch echt een slok bier nemen met dat pilletje. Maar daarna niet meer. Nee. Lesje voor het eerst aan de alcohol, nieuwe titel. Please, snoep. Maar er komt een vreemde vrouw, kijk uit. Laat dat niet naar binnen. Ik ben er weer helemaal laaiend. Ben je het kwijt? Nee, ik heb het. Maar ik doe dus die fucking tas doe ik open om te zoeken. En ik had toch net die burrito gekregen van hun. Die heb ik niet opgegeten, die heb ik in de tas gedaan. Is dat burrito papiertje open gegaan. Dus alles wat in mijn tas zit, zit onder de burrito. Je stinkt ook naar burrito. Ruik hier, ruik de dikke burrito. Ja, ik ruik graag, ik zweer het. Ja, ruik maar die burrito. Oh, ja. Oh, bam. Ja, mijn camera, mijn eten, mijn drinken, alles zit onder de burrito. Mijn borstel, mijn haarborstel, alles. Dat is kut. Geef me maar zo'n pil.
Ja. Is een beetje geks in of zo? Even nee, les leuk. Gewoon even bol.com. Is steeds ecstasy. Ja, nee, maar dadelijk een pauze doen of zo. Nee, kijk. Miracle fruit or miracle berry. Is a tropical fruit that temporarily changes your sense of taste. And makes sour or bitter foods and drinks taste sweet. Misschien moet je eerst een slok gewoon bier proeven. Hoe je dat weet je proeft. Je moet, nee, ik weet hoe het proeft. Je moet op je tong neerleggen en gewoon rondrollen. En dan gaat die oplossen. Oké. Okay. Geef maar. Dan maak open, kut. Oké, okay, ja, ik wou ook lezen wat erop stond. Ik weet wanneer je lees jij mij staat. Het is wanneer zoek jij iets op voor iets of wat. Meestal pak jij gewoon op je schijnt. Oké. Okay. Okay. Precies. Er stond op de video dat het geen smaak heeft. Nee. Dus het heeft geen smaak. En dan smaak je heel je bek naar. Ja, het heeft wel smaak hoor. Het smaakt naar vis voor. Snofspuit aan mijn lip. Het stinkt. Heb je gesnof gesproken? Hoe lang moet je hier tuigen? Lijst, eeuw! Dit smaakt wel vies hoor. Ja, ik smaak niks. Ik smaak niks. Ben ik goed of zo? Ik vind het ook best. Je maakt me heel terug. Wit vies. Ja, Nick, het vies. Ja, ik heb een godverdomme net zo'n vieze ding gehad. Wacht maar tot je langer zuigt. Er komt er echt een chemische smaak van. Hoe lang heb je dat uit liggen? Zo 3 avonden. Misschien zo overdag, maar ja, het ligt echt wel lang. Het smaakt echt een beetje. Het smaakt naar cassave. Of aardappel met schil of zo, snap je? Wat lachen jullie? Dit ding is al 2 jaar over de datum. Nee, blijf opeten. Toen hebben we nou toch al. Ik zit weer iets in mijn bek te duwen wat al 2 jaar over datum is, omdat jij weer mijn gol bent. Ah, ja, pijn hoor. 2023, slag erop. November, onze jaar. Ja, gooi maar weg hoor. Ik ga dit echt niet. Ja, wel. We hebben het al op. Ja, toch. Ja, ja, toch. Wat? Ik ben helemaal grijs. Het gaat voor de tyfus. Kijk, ik doe de camera zo. Dat mag niemand zien. Kijk. Eeuw. Die had ook. Ja, het is een beetje blauw. Moet ik wel kotsen. Nou, we pakken bier. Wat zie je? Echt. Maar een half pilletje werkt het ook wel, maar ik kot het uit. Ik vind het heel warm. Ik wil eerst iets anders proeven, want als dat andere niet werkt, ga ik ook geen bier drinken. Want dan ga ik echt over mijn nek. Wat doe je nou? Ja, het is echt een heel vies pilletje. Maar dat is het ook al een jaar over de tijd. Maar we hebben nog. Sorry, jij had het ballen. Ja. Wat heb je nog meer gehaald dan? Nou, op jouw pindakaas. Oh, zij gaat echt over haar giegel. Neem een slok, kom. Dan weet je wat zo vroeg. Ik wil die voor straks. Kan je niet doen. Bijna over mijn nek. Gewoon bier. Nee, sorry, ik doe het ook echt niet. Jawel. Nee, sorry. Heb je dat pilletje helemaal op? Nee, ik heb al weggespuugd. Weggespuugd? Ik ook. Nee, ik ga maar heel blij van alleen dat pilletje. Hij heeft nu nog iemand. Ja, dat bier drink ik. Het smaakt naar aardappel wat over datum is met schil. Ja, pilletje. Sorry. Dan moet je er aan ruiken. Oh mijn god. Het is vies, hè? Wat een kut idee. Wat een kut video is dit ook, zeg. Oh, nou jongens, maar er ligt nog wel, hoe heet dat, sinaasappel of zo, weet ik, wat je wou proberen? Ja. Wat heb je nou, sinaasappel en? Oh nee. Citroen. Citroen. En wat wil je nou dat daarmee doen dan? Als jij, nee, Shirley is de proefkonijn vandaag. Hey. Ik wil wel een schijf. Schijf? Hoe de fuck moet ik hier dan weer een schijf van maken, Leslie? Moet ik hier gewoon een hap van nemen dan? Ja. Zo. Stand zuur. Smaakt gewoon een citroen. Ja, wat zijn er voor achterlijke pillen ook? Ik weet het ook niet. Waar is het voor een meter? Ha! Ik proef echt met mijn tong, hè? Ja. Oh, dat gaat niet. Doe jij eens likken? Gewoon citroen. Het is gewoon nuttig. Oh, heb je nou een milkshake? Wat nee, geen milkshake, maar normaal kan ik echt niet tegen een citroen. Neem eens nog bier dan. Het is niet zo zuur. Op de hand. Nee, het is gewoon bier. Maar ik moet ook gewoon na van dat jij het zo kan drinken, bier. Ik zou het echt niet kunnen. Als ik nu zo'n bier heb, ga ik over mijn huid. Ik weet niet. Nee, een dag.
Dikke lul. Dan mag ik echt niet meer met mij praten. Ik ga niet om met mensen die bier drinken. Hey jongens, ik wil jullie bedanken voor de gezelligheid weer. Hey jongens, vergeet allemaal niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Voor dit nou een leuke video, laat even een leuke reactie achter. Vergeet niet te abonneren op onze exclusieve platform. Zoals oh, wat weet ik toch. Hey slim. OnlyFans. Ja, ik weet niet of je dat mag zeggen. Ja, dat mag ik zeggen. Want ik bepaal het. Jij bent Nick Essers. Ik bepaal wat ik wil. Ik wil in mijn video wat ik ga doen. Dus wat wil je promoten, hè? Niks. OnlyFans. Die heet zo. Nee. Hoezo? Eel, zit dus mijn tanden gek. Bous. Wat een fuckman. Weet ik veel. Dikke slier met die fucking citroen. Nou jongens, okay. Dus volg jullie allemaal op OnlyFans alles. En op Insta en op TikTok. En vriendinnetjes. Je wou zeggen de aandacht. Vriend. Kijk eens. Van wie hebben deze gekregen? Nou, zal ik iets opbiechten? Je was ze kwijt en je hebt ze opnieuw gekocht. Alleen die. maar die andere is wel voor jou nog. Maar deze die was ik kwijt, die heb ik opnieuw gehaald. Maar die is toch wel speciaal voor jou. Ik heb deze gekocht omdat ik dacht dat dit een zak... Hema. Hema, dit is popcorn. Ja, ik heb dit gekocht omdat ik dacht dat het een zak patat was. Maar dat was niet. Helaas. Nou jongens, ik zeg tot de volgende keer. Doei! Ja. Ciao.